Wij staan hier mooi bij het water hier, bij de Eems, zo noemen we dat hier. En wij staan hier bij de Stichting De Helling. En ik praat even met Jeroen Zwijghuizen. Hij is de voorzitter van die stichting. Jeroen, goedemorgen. We hebben er mooi weer bij. Goedemorgen. Ja, zeker weten. We hebben er mooi weer bij. Het waait een beetje. Niet te veel, niet te weinig. En het belooft een prachtige dag op het water te worden. De Stichting Helling, die is in het leven geroepen. En ik hoor daar, of ik las daar een naam bij, Albert Landman. Hè? Ja, dat klopt. Albert Landman die heeft hier vroeger op de Eems behoorlijk veel gedaan voor de watersport en de recreatiesport hier. En zodoende sinds het overlijden van hem is hier de helling naar hem vernoemd. En nu zijn zoon, die is bij ons bij de stichting. En samen met wat andere enthousiastelingen uit de provincie Groningen zijn wij bezig om de watersport op de Eems weer helemaal terug te brengen. En daar hebben jullie een helling voor nodig? Daar hebben wij inderdaad een helling voor nodig. Het is een vrij unieke helling. Want dit is de enige plek aan de Nederlandse kant van de Eems. Waar je dus daadwerkelijk ook de Eems in kan. En dan ongeveer een uur voor en een uur na hoogwater. Dus wat dat betreft heb je dan een goede 4 tot 5 uur om daadwerkelijk te kunnen zeilen. En dat is erg mooi. Ja, maar daar heb je natuurlijk te maken met het getij. En moeten er aanpassingen gemaakt worden om het water in te kunnen hier? Of... Nee, op zich als je een boot hebt die niet te diep steekt met de zware en dergelijke, dan kun je hier gewoon altijd erin. Verder heb je natuurlijk een goede strandtrailer nodig en dan is er eigenlijk geen enkel obstakel. Je kunt er mooi met de auto dichtbij komen, dus dat iedereen is welkom. Maar ik had de indruk gewoon van dat er een helling zou worden gemaakt om de boten in het water te laten gaan. Maar dat is dus niet helemaal de bedoeling. Nou ja, op dit moment heb je 2 hellingen eigenlijk. Je hebt de betonnen helling hier achter ons. Daar kun je met de auto helemaal tot achter doorrijden. En als je dan iets van een liertje of iets dergelijks hebt, dan kun je de boot zo het water in laten zakken. Of voor de lichtere, kleinere bootjes kun je gebruik maken van de strandhelling. Dat is eigenlijk niet meer dan gewoon een zandhelling waar je hem neerlegt en kunt optuigen. En vervolgens druk je hem achteruit bij het hoge water zo de Eems in en dan vaar je weg. Er hoeven nu geen aanpassingen meer worden gedaan? Er kunnen nog wel een paar aanpassingen gedaan worden. We zijn ook in gesprek met de gemeente, met de stichting, om wat extra voorzieningen hier te krijgen. Zoals wat bankjes en dergelijke. En wat afvalemmers, ook wel handig gezien er hier nog wat vervuiling is. Verder komt er een informatiebord, zodat de recreanten niet in het vogelbroedgebied gaan rondvaren. Dat is niet de bedoeling. Maar verder qua helling zou er nog wat kunnen gedaan worden aan de versteviging. Maar daar heeft de gemeente ook al opties toe geboden. Dus we hopen dat hier nog wat extra versteviging voor de auto's wordt aangebracht. En dat iedereen hier goed bij kan. De stichting houdt zich bezig puur met zeilen, met kleine boten? De stichting houdt zich puur bezig met de recreatievaart. Zelf zijn het voornamelijk enthousiaste zeilers, maar surfers zijn uiteraard welkom. Kitesurfers, peddelaars, kano'ers, noem het allemaal maar op. Ook motorvaart is op zich toegestaan en kan ook wel. Dus wat dat betreft is iedereen die maar wil komen, is welkom. Ja, want we hebben natuurlijk een binnenjachthaven, een buitenjachthaven hier in Delfzijl. Ja. Is dit een extra toevoeging? Voor zeilers en voor watersporters zonder motor is dit zeker een toevoeging. Want die kunnen in de binnenhavens mogen die niet varen vaak. En daarom is dit wel echt een uitkomst voor die mensen. Ja, precies. Kunnen rechtstreeks hier vanaf hier direct, waar staan we? Een klein beetje ter hoogte van de loodsen van Wagenborgen. Hè? Ja. En dan kunnen ze hier rechtstreeks de zee. Dus ja, normaal moet je natuurlijk vanuit de haven moet je rondvaren. En om op de Eems te komen. Ja, nee, dat is helemaal waar. We zitten hier precies tussen het Eems Hotel en het oude visrestaurant in. Bij het gebouw van Groningen Seaports. Dus zo kunnen mensen het vinden. En het is vrij duidelijk, wordt het straks aangegeven. Zo hebben we ook op 8 en 9 juni hebben we hier de eerste wedstrijd. En die organiseren we in samenwerking met jeugdwedstrijdzeilen. Nou, daar beloven we toch wel een 30 tot 40 boten al op af te komen. Dat is de week voor de Delfzijl. En in de week van Delfzijl, dus van donderdag tot en met zondag, kunnen mensen zich aanmelden om hier op te stappen. Op bijvoorbeeld een katamaran, een splash, een finial. Die worden allemaal beschikbaar gesteld door de stichting. Ook surfplanken en kano's zullen aanwezig zijn. Dus via de site kun je je daar aanmelden. Mocht je dat leuk lijken, dan kun je hier naartoe komen. En dan kun je met een ervaren zeiler een keertje meevaren. Dus voor de mensen die even zelf geen boot tot beschikking hebben, maar het wel overwegen, is dat een perfecte uitkomst. Jeroen, er is een stichting, maar stichting heeft geld nodig. Een stichting heeft uiteraard geld nodig, dus we zijn ook altijd op zoek naar donateurs. We hebben gelukkig hier uit de regio al wel een aantal donateurs gevonden. Uiteraard is er nog wel altijd ruimte voor meer. Dus wat dat betreft, ook elk bedrijf wat leuke exposure wil hier op de kant tijdens Delfzijl, komen uiteraard vlaggen. Er komt een klein regattacentrum hier te staan tijdelijk. En als je nog sponsoren kent of weet of bent zelf een sponsor, meld je aan bij ons en... Ja. Wij doen een oproep en aan iedereen die wil doneren, laat ik dat zomaar, brengen. En waar kunnen ze dat doen? Op welke manier? Ze kunnen altijd doneren. Ze kunnen contact met ons opnemen via de website. Dat is strandhellingdelfzijl.nl. En daar staat alle contactinformatie van de bestuursleden. Dus dat kun je me zo bellen. En daar kan er geld wat over gemaakt? Ja, precies. Het liefste wel natuurlijk. Zou hartstikke fijn zijn. Hebben we nog iets vergeten?
Nee, we hebben de opstapdagen. Die zijn natuurlijk het belangrijkste. Dus voor iedereen uit de provincie en ver daarbuiten die maar wil, die is welkom om langs te komen. Er zullen een 5 tot 10 boten en surfplanken en kano's beschikbaar zijn. Dus op zich verwachten we dat we heel wat mensen mee kunnen nemen. Bestaat het uit vrijwilligers? Het bestaat volledig uit vrijwilligers, ja. Oké, en ik zie enthousiaste vrijwilligers. Jazeker, er staat hier nu om ons heen een man of 20 al. En we verwachten vandaag in totaal tussen de 20 en de 50 mensen die erop afkomen. En vandaag, als er een toevallige voorbijganger is die mee wil varen, kan die natuurlijk ook gewoon mee. Oké, geweldig. Het is mooi weer, dus mensen die nog even willen. Hoe lang zijn jullie hier? Vandaag is het om, volgens mij, mijn hoofd 4:30 hoogste water. Dus dan kunnen we nog een uurtje, dus einde 5:00. Einde 5:00. Mensen die in de buurt zijn, het is mooi weer om even rond te kijken. Kunnen we even naar Stichting De Helling. Ze zijn bezig om een klein beetje alles uit te proberen. Ja, vandaag is de testdag. De allereerste dag dat De Helling door zo'n grote groep mensen uitgeprobeerd wordt. Nou, dus hoe zeggen ze dat in Groningen? Dividortie genoeg. Jeroen, bedankt en veel succes met jullie stichting. Ja, Jan, jij ook bedankt. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Oké, goed weekend.